Melk en klimaat, broeikasgassen, is een onderdeel van de agenda duurzame melkveehouderij. En dat was ook voor de VK een reden om daarmee te gaan starten, om dat te gaan verkennen van waar hebben we het dan over, wat is daarvan belang. Het loopt automatisch mee ook in de kringloopwijzer en daar staan ook broeikasgassen vermeld. Tot nu toe was het redelijk rustig, maar we zien dat er in de praktijk toch meer aandacht voor komt. En vandaar dat het goed is om daar ook al proactief mee aan de slag te gaan. Ook boeren er bewust van te maken, waar gaat het om, wat voor dingen spelen daar een rol. Hoe kunnen we de broeikasgasemissies verminderen enzovoort. Wij proberen het zo concreet mogelijk te maken en door vooral het praktisch te houden. De praktische kant, de praktische insteek. We hebben van al die bedrijven hebben wij een nulmeting gedaan, zoals we dat noemen. Dus wat is de huidige carbon footprint van dat bedrijf per kilogram melk? En dan vervolgens ook direct naar wat kun je nu doen om die carbon footprint te verminderen, om die broeikasgassen te verlagen. Nou, dat geeft direct praktische informatie naar die boer toe. Welke maatregelen zijn er? Hoe pakken die uit op mijn bedrijf? En dan beginnen melkveehouders bij dat onderdeel wat bij hun het beste past. Nou, de voorbeelden van maatregelen, zeg maar, efficiënter met je voer omgaan, efficiënter met de grond omgaan, met minder jongvee werken. Dat zijn maatregelen die algemeen bekend zijn en ook goed daarvoor zijn. Eén die er wel in opvalt is in voersoorten, je rantsoensamenstelling. En daar zit ook wat een conflict met de derogatie. Voor de derogatie mogen maar beperkt mais telen, terwijl mais juist heel goed is. Zowel voor je stikstof- als fosfaatefficiëntie, maar ook voor de broeikasgassen. Snijmais is een van de producten met de laagste carbon footprint. Nou, en dat is nu wel beperkt in de regelgeving om die zelf te telen. Maar als je kijkt naar maatregelen als met minder krachtvoer toch goed melken, of minder eiwitrijk krachtvoer toch goed melken, minder jongvee, meer gras en mais produceren, dat zijn ook maatregelen die in de hele breedte goed zijn voor de duurzaamheid, maar ook goed zijn voor de portemonnee.